Moeten de kandidaten echt bang zijn voor jou, Herman? Ja, absoluut. Ja? Serieus? Ja. Kirsten, ben jij bang voor Herman Brusselmans? Nee. Oeh, nee? Nee. Maar wij kennen elkaar al lang, Kirsten. Ja. Ik heb er nog eens gemuild achter het frietpot in benen. Jeroen, ken jij Herman Brusselmans? En of dat ik Herman Brusselmans... Van de boekenbeurs, waarschijnlijk. Ja. Wij zijn collega's schrijvers. Collega. Sorry. Dat vindt een plezant. Maar het is waar, hè. Ja, je schrijft boeken en ze trekken ook op niks. Herman, je hebt nooit deelgenomen aan de slimste mens. Waarom eigenlijk? Ah, wel, dat was altijd toeval. Er kwam altijd iets tussen als ik moest komen. Ik weet nog, in 2008 ging ik komen en op de dag van de opname is mijn tante Frida gestorven. Ja. En dan het jaar daarachter, in 2009, ging ik ook komen, maar juist op die dag is mijn tante Frida begraven. En zo is het altijd iets, hè, Erik? Maar ja, je bent nu in de jury. Ik ben blij. Ja, Bart. Superblij. Het is nu je eerste keer dat je er bent, eigenlijk. En ook de laatste keer, vriend. Ben je wel eens bij Jeroen gaan eten, Herman? Ja, 3 dagen aan het scheet gehad. Ik heb nog dan het simpelste gerecht gekozen, Jeroen. Een boterham met schuifkaas. Dus nooit meer, Erik, bij Jeroen. Nooit meer, hè.